Janneke, Bert, Janneke, levende carnaval. Carnaval! We gaan het vandaag hebben over de vastelovend. Er is namelijk een boek verschenen over vastelovensmonumenten in Limburg, geschreven door twee mannen uit Midden-Limburg. In het boek staan ook een aantal monumenten hier in Maastricht. Bekende en misschien ook wat minder bekende. We gaan er een aantal bekijken. Ja, als één beeld niet mag ontbreken in het boek is natuurlijk het Mooswief. Ja, het Mooswief is ooit gemaakt ter herdenking aan de Mooswiever uit Sint-Pieter die naar de stad komen met de groente en fruit. En eventueel ook met klein vee, knieën in zijn gat. En ja, na de oorlog, na de Eerste Tweede Wereldoorlog, stof dat een beetje uit. En toen vonden jullie dat er een gedenkteken van was komen. Het Mooswief gedenkteken. En dat is dit geworden. Het was een maak, ongeveer klaar. Tempeliers kregen er log van. En die hebben toen het Mooswief uitgeroepen als beschermvrouw van de carnaval. En zo is het dus toch een vastelovensbeeld geworden. En hoe is dat Mooswief dus hij... toch de verpersoonlijking van de vastelovend. Wat is voor u de verpersoonlijking van de vastelovend? Dat is uiteraard de Neel de Kater. En zo heet de vereniging natuurlijk zijn mascotte, hoe ze altijd op terugvallen. We hebben een Neel twee katerbeelden. En bij een van de katerbeelden wil uiteraard altijd de vastelovend geopend. En neemt een centrale plaats in. Ja. In het dorp. Niet in de wiek, maar in het dorp. Ja, en als er nu een Limburgs beeld zou moeten komen... wat moet dat voorstellen dan? Dan zou ik een algemeen vastelovensbeeld pakken. Ik zou de voorkeur geven aan een mentje op een bankje met een gezet voor zich en dan moet er vastelovens gezet zijn. Zo zou ik leuk vinden. Ja, een pottenmanneke inderdaad. Hij op Pottenberg. Ik ken wel het muziekgezelschap de Pottenmennekes, maar niet de Vastelovensvereniging. Nou, de Vastelovensvereniging die is opgericht voor de werkers in de keramische industrie in Maastricht. Want die was minstens net zo belangrijk als de papierindustrie. Daar had je bijvoorbeeld de Sphinx, Moza, de Ceramiek en die lui. Die wil je ook wel eens een feestje hebben. En toen op een gegeven moment bestond de Wiki 10 jaar. En toen is aan de Wiki dit beeld geschonken als nagedachtenis aan alles wat in de keramiek gewerkt heet. De Vastelovensvereniging hier heet de Mammoeters. Ja, dat is die naam heeft ze gekregen omdat die voor die jaar dat hebben we voor eind jaren 60 een hele grote flat stong. Dat noemden ze de Mammoetflat. En zo is de vereniging ook aan de naam gekomen, Mammoeters. Ja, en hier bleef het pottenmelkje gewoon putjes draaien? Putjes draaien, ja. En dan kan ze dan wel omheen rijden. Kijk bij de kater iets een paar keer omheen, want dan wil ze dukker zien. Of dat hier gebeurt, weet ik niet. En dan rij je loopt rond het pottenmelkje. Nog een rondje en nog een rondje. Ja. Ja, we zijn hier bij een monument achter gesloten deur gekomen, hè? Helaas, ja. Want het is best een schoon monument. Het is een stalen plaquette, zou ik maar zeggen. Heel groot. Van een mosasaurus. En dat is dan van de mosasaurus natuurlijk, hè? Ja, ja. Van Sint-Pieter. De mosasaurus van Sint-Pieter. Ja. Een bijzonder kunstwerk. Maar waarom hing dat hier in die grot? Nou, het heeft vroeger in een café gehangen. Die café is verdwenen en moest toch een honger komen hebben. En ja, de mosasaurus hoort eigenlijk ook in een grot toes. Dus vonden ze het schoon dat hij van natuurmonumenten hier mocht hangen. Ja, we hebben wel een foto natuurlijk. En een zenigheid wat ze in Parijs op de bruggen ook zus, hè? Ja, dus is, en de mosasaurus tussen allemaal slotjes hangen. En je ziet de traditie dat eerdere aardprins bij zijn aaftreien door zo'n slotje aanhinkt. En zo hangen er al meer dan 50 slotjes aan, geloof ik. Dat is een bijzondere traditie. Was ze volgens mij nergens in Limburg, hè? Dat is nergens. Dat is een heel mooie traditie.